Er is meer onderzoek nodig naar de levensverhalen van individuen in het licht van het slavernijverleden en de contractarbeid, zegt schrijfster Hilde Neus. De auteur en wetenschapper deelt deze mening als lid van het organiserend comité van de derde editie van de conferentie Legacy of Slavery and Endured Labor. Er is veel informatie verborgen net aan het licht gebracht moet worden, meent Neus. Omdat ik kijk naar vrouwen. Ik kijk naar vrouwen in de 18e eeuw. En tot nu toe is slavernij alleen maar bekeken op economisch gebied. Ja, dus hoeveel verdienden we? En ook wel is enigszins gekeken naar de situatie van de slaven. Maar het zijn hele grote, algemene verhalen. Maar als je die verhalen op klein gebied gaat onderzoeken, dus levensverhalen van mensen, dan blijkt dat je een heel ander beeld krijgt. Ja? En dat is dus het onderzoek wat ik doe. En dat is lastig voor veel mensen, omdat dat beeld eenmaal is in dat hoofd van de mensen. En om dat beeld dus te nuanceren, ja, daar gaat tijd overheen. Volgens Neus worden verhalen over bepaalde invloedrijke Surinamers vaak niet op de juiste manier doorverteld. Onderzoek kan dit evenwel wegwerken, waardoor de levensverhalen gereconstrueerd kunnen worden. Neus hoopt dat met de conferentie veel aandacht hiervoor komt. Dus er worden heel veel zaken verteld over die geschiedenis, waarvan wij ons denk ik wel af moeten vragen, klopt dat wel? Ja? En in dat proces van herstelbetalingen die natuurlijk moeten komen, want ik zie dus heel erg goed hoeveel onderzoek er nog moet gebeuren, hoe onze geschiedenisboekjes moeten worden herschreven, hoe er ook een geschiedenismethode geschreven moet worden voor de MULO-scholen en de VOS-scholen, want dat is er niet op het moment. Dus er moet nog heel veel gebeuren. Maar de vraag is natuurlijk, wie gaat dat doen? En ik denk dat daarin de universiteit een hele belangrijke rol heeft. Iedereen in Suriname die geïnteresseerd is in de slavernij of in contractarbeid, die mag de conferentie bezoeken. Verificatie en onderzoek krijgen veel kritiek, zegt Neus, maar ze zijn enorm belangrijk voor de geschiedschrijving. De conferentie Legacy of Slavery and Endangered Labor begint morgen en duurt tot en met 10 juni in het IGSR-gebouw van de Antonicom Universiteit van Suriname.